ook te zien. Ja. Heel goed. Vandaag is de podcastserie De Butlermoord verschenen, waarin de bijna 40 jaar oude zaak rondom de dood van een rijke weduwe in Amsterdam-Zuid centraal staat. Volgens de politie was haar homoseksuele butler en tegelijk echtgenoot de dader. Maar volgens betrokkenen is die toch echt onschuldig. Het is een zaak waar eigenlijk iedere wetenschapper, iedere medicus het erover eens is dat de mevrouw om wie het gaat, het slachtoffer, niet vermoord is, maar een natuurlijke dood is gestorven. Maar toch is er iemand voor moord veroordeeld. Onze podcast gaat er eigenlijk over hoe kan dat gebeuren en waarom wordt dat niet herzien? Waarom wordt dat niet rechtgezet, die fout? In 1983 zou de butler van de weduwe Dorothea van Wielik volgens de politie haar om het leven hebben gebracht door een mix van drank en medicatie. Ook zijn seksuele geaardheid zou hierin een rol hebben gespeeld. Toen Dick van Leeuwarden werd opgepakt, toen werd hij uitgemaakt voor vieze flikker. Je hoort bij de homomafia die rijke oude vrouwtjes vermoorden. Dus er was al een hele verdachtmaking van de politie, alleen al vanwege het feit dat hij homoseksueel was. Ondanks de twijfels bij deskundigen en het onzekere bewijs wordt de butler in 1985 schuldig bevonden. Hierop volgen meerdere herzieningsverzoeken die allemaal worden afgewezen. Ze heeft altijd gestreden tot aan zijn dood voor die rehabilitatie. En ja, als inwoner van Nederland verwacht ik gewoon dat je onschuldig bent totdat het tegendeel bewezen is. Onderzoeksjournalisten Babs Assink en Lammert de Bruin duiken in hun podcast De Butlermoordzaak in deze kwestie en werpen tegelijkertijd een kritische blik op het juridische systeem. Dus ik hoop eigenlijk dat er ook vanuit de politiek misschien wel, dat er wordt gekeken naar, ja, moeten wij die Hoge Raad en dat hele systeem van herzieningen niet eens op de schop gaan nemen? Kan je wel als Hoge Raad blijven verschuilen achter alle juridische interpretaties, maar recht heeft ook een ethische kant. Oké, ik hoor ze heel veel zeggen. Ja. Ja. Laten we eerst even teruggaan naar deze zaak. Dat is fascinerend. Bijna 40 jaar geleden, een weduwe, of ik moet anders zeggen, een rijke weduwe... Ja. Die het in feite zou hebben aangelegd met de butler, een homofiele butler. Dat zou dus financiële aspecten kunnen hebben gespeeld. Dus niet echt een liefdesrelatie, maar dat ze bijvoorbeeld schenkingsrechten zou willen ontdekken, noem maar eens wat. Nou, die zaak die heeft in ieder geval de gemoederen bezig gehouden tot aan vandaag nog, kunnen we zeggen. En wat er heeft plaatsgevonden is, er is nu al 7 keer een herzieningsverzoek ingediend. Wat is een herzieningsverzoek? Als een zaak onherroepelijk is, dan moet er een novum zijn. Een novum is een nieuw feit of de deskundigen moeten anders denken over bijvoorbeeld de doodsoorzaak. Dan heb je een ingang tot een herzieningsverzoek. Nou, dat is 7 keer gebeurd, 7 keer afgewezen door de Hoge Raad. 8e keer is ingediend. En dan gaan we afwachten of dat nu wel wat uit zal gaan komen. Ik zie het somber in, maar dat wat ik weet, denk ik dat er 7 keer niets gebeurt. Waarom die 8e keer dan wel? En weet het maakt de butler ook niet meer uit, hè? De butler, dus, nee, het is goed dat je dat zegt, die is 2 jaar geleden overleden. Maar de advocaten hebben gezegd op verzoek van hem, wij gaan door tot het einde. Nou, dat zijn ze ook aan het doen. Want de butler is 2 jaar, zeg ik goed, overleden. Ja. Maar er is altijd, als ik het zo bekijk, altijd 1 probleem. Of je nou die moord of niet bewezen acht, is nog tot daar aan toe. Maar wat wel zo'n beetje vaststaat in ieder geval, en daar heeft de Hoge Raad in het verleden bij de afwijzing van de herzieningsverzoeken ook eerlijk op gewezen, dat hij geen hulp heeft geboden toen die vrouw in nood verkeerde. Daar kan je eigenlijk niet over twisten. He, voor zover ik de zaak ken. Dus dat zou een probleem kunnen zijn bij ieder herzieningsverzoek. Maar goed, het is alleen maar te prijzen dat de advocaten doorgaan tot het einde. Ja, precies. Zelfs tot het. En je kan echt herzieningsverzoeken indienen. Als er maar weer een novum wordt geconstrueerd. En heb je enig idee wat dat het novum van deze keer is? Dat weet ik niet. Nee, dat horen we dan misschien nog. Ja. Maar wat ik me afvraag, hij heeft 7,5 jaar uiteindelijk gezeten. Hij heeft gratie gekregen. Ja, gratie gekregen. Maar betekent het nou dat hij uiteindelijk dan wel de erfenis heeft opgestreken? Nee, want die familie, die weduwe wilde, die vraag je af wat weet ik ervan, maar ik ben ooit bij die man op bezoek geweest in de gevangenis. Ja, dat moet jij inderdaad. Ja. En die vrouw wilde ook haar eigen familie dwars zitten door te trouwen met hem en de erfenis niet aan haar dochter, geloof ik, te laten gaan. Dus die dochter is altijd heel boos geweest. En die heel erg die man heeft dat gedaan, die heeft het vermoord. En volgens mij is die erfenis uiteindelijk bij haar terechtgekomen. En dat is ook de reden waarom ik zei, want je zou denken, dat is toch merkwaardig, een wat oudere vrouw die met een homofiele man trouwt.
getrouwd. Ja. Dus dat het was destijds het was 30 jaar ouder. Henk Krol, voor zijn politieke carrière, was hij hoofdredacteur van de Gaykrant. En die trok zich het lot van deze Butler heel erg aan. En die maakte mij ook enthousiast van: ga nou een keer naar die man toe in Veenhuizen, hoor zijn verhaal aan en hoor waarom hij het helemaal niet gedaan kan hebben. Nou, ik daar naartoe, helemaal in Drenthe. Dat doe en onderweg dan, had ik de kop natuurlijk al van: de Butler heeft het niet gedaan. Ja. Anders dan de wil. Dus ja, ik heb hem ontmoet en ik was wel overtuigd van zijn onschuld. Maar dan ben ik altijd een. Luister naar de podcast en misschien komen we erachter. Hele interessante zaak, zelfs na 40 jaar. Nog steeds. Wij gaan verder, want bij het